Kan de start van het glazen huis aanstaande zondag nog wel doorgaan? Dieven hebben kabels gestolen wat de uitzending in gevaar brengt. Bij het glazen huis van radiozender 3FM, dat momenteel wordt opgebouwd op de Grote Markt in Nijmegen, zijn afgelopen nacht kabels gestolen. Dit zorgt ervoor dat de eerste uitzending van aanstaande zondag in het geding komt. Op locatie is onze verslaggever Matthijs Semmeling. Zondag is het zover. Dan start hier de 3FM-actie Serious Request op de Grote Markt in Nijmegen. We zijn al druk bezig met de opbouw, maar in de nacht van woensdag op donderdag is er koper gestolen. Een woordvoerder van de NPO laat weten dat in de uitzetkabels koper zit. Ze gaan hun best doen om te zorgen dat er voor zondag nieuwe kabels zijn. Hiervoor zijn ze wel afhankelijk van de leveranciers. Na de diefstal is de beveiliging opgeschroefd. Zondag worden 3FM-dj's Barend van Delen, Sofie Helkema en Wijnand Speelman in het glazen huis opgesloten. Zij mogen tot en met kerstavond niet eten en moeten deze keer bovendien hun telefoon inleveren. Met de actie wordt geld opgehaald voor Stichting ALS Nederland. Wat vinden we er in Nijmegen van dat dit evenement naar de Waalstad komt? Zijn we er klaar voor of lopen we de komende week even met een boog om de Grote Markt heen? Wat vindt u ervan dat het glazen huis dit jaar in Nijmegen is? Ja, hartstikke mooi. Nou, dat is geweldig. Mooie opsteken voor de stad. Ik liep hier langs met Dana en we dachten, is het hier? Dus ik vond het heel, heel leuk eigenlijk. Het is lekker dichtbij. Ja, ik vind het ook heel leuk. Normaal is het nooit hier volgens mij. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik ook wel. Het is wel cool gewoon. Nou, heel bijzonder, omdat ik na 47 jaar weer in Nijmegen ben gaan wonen en dat ik dat nu meemaak, dat vind ik heel bijzonder. Ik wist het niet eens. Ja, leuk, maar we waren zo verbaasd dat ze al daar aan het bouwen zijn. Super, mooie reclame voor de stad. En wat vindt u van het goede doel dat ze dit jaar hebben? Ja, top. ALS kan iedereen treffen, dus super goede actie. En ALS, ja, een goed doel. Ik ken verder niemand die ALS heeft, maar het is wel een ernstige ziekte. Naar mijn idee hebben ze het ook heel lang niet meer voor dit goede doel gedaan. Van elk jaar is er wel een nieuw goede doel, naar mijn idee. En ik heb het idee dat het een beetje vergeten wordt, ALS. Dus ik vind het wel goed dat het nu weer opkomt. Is uitstekend. Is uitstekend. Het is een Nederlands doel. Ik vind ook dat wij ook best wel problemen hebben hier in Nederland. En ik vind dat daar nou ook eens een keer het accent op mag gelegd worden. Ja, het is allemaal goed. Ja, dat maakt niet uit toch, welk goed doel je neemt. Gaan jullie kijken bij het glazen huis als de dj's erin zitten? Nee. Als ik toevallig misschien nog een keer in Nijmegen ben, dan wel. Ik denk het wel, als het droog is. Ik denk dat ik hier elke dag ben. Absoluut. Ja hoor. Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat we met het gezin een keertje de stad in wandelen en sowieso een plaatje aanvragen. Ik denk dat het glazen huis nu hier staat, dat er meer mensen van buiten Nijmegen naar Nijmegen gaan komen. Ik denk het ook. Het is heel bekend. Het is al zoveel jaren Serious Request. En nou een keer in Nijmegen. Ik denk dat de mensen uit de omstreken, dorpen, ook hier naartoe gaan. Ik denk zeker dat het aantrekkingskracht heeft voor de stad. Maar in hoeverre uit de omgeving weet ik niet. Ik denk wel Arnhem. Dat daar wel mensen uit zijn, ondanks de twist die er is. Ik woon niet zo lang in Nijmegen, maar ik heb begrepen dat er altijd een soort sportieve rivaliteit is tussen deze twee steden. Ik denk dat daar zeker wel mensen vandaan komen en ook weer uit de directe omgeving. Zeker. Dat hoop ik wel. Ik hoop dat dit een publiekstrekker is. Dat veel mensen op afkomen en dat de actie gewoon supergoed zal slagen. De politie heeft twee personen aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale vechtpartij in Nijmegen aan de Kouwenbergstraat op 10 december. Het gaat om een 21-jarige vrouw en een 18-jarige man uit Nijmegen. Twee gaven zichzelf op woensdagavond 9 uur aan op het politiebureau. In het programma Opsporing Verzocht werden dinsdagavond beelden openbaar gemaakt van de drie betrokkenen personen. Een van hen zou vermoedelijk de fatale steek of steken toe hebben gebracht aan het 38-jarige slachtoffer. De gemeente Nijmegen neemt geen extra maatregelen rondom het glazen huis naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau in Nederland. Dinsdag maakte het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bekend het dreigingsniveau in Nederland te verhogen van 3 naar 4, het op 1 na hoogste niveau. De belangrijkste reden daarvoor is het conflict dat speelt in Israël en Gaza en aanslagen in buurlanden van Nederland. Nijmegen ziet echter geen aanleiding om de beveiliging aan te scherpen.
Een meerderheid van de raad van de gemeente over Betuwe stemde dinsdag in het gemeentehuis in Elst voor het realiseren van een nieuw 25 meter zwembad in Zetten, dat in 2028 de deuren zal openen. Besloten is dat de gemeente over Betuwe een bedrag van 7,3 miljoen euro reserveert voor het ontwerp en de constructie van het nieuwe zwembad in Zetten, dat naast het bestaande zwembad aan de Leijgraafseweg zal worden gebouwd. Het huidige bad is in 1976 gebouwd en inmiddels erg verouderd. Het blijft in gebruik tot de opening van het nieuwe zwembad. Konijnen, kleine knaagdieren en duiven. Je vindt ze momenteel weer volop in de Jan Massinghal voor de jaarlijkse Gelderlandshow, een nationale kleindieren tentoonstelling. Vrijdag en zaterdag gaan de deuren open voor het grote publiek, maar vandaag stroomde de hal alvast vol met keurmeesters die hun ronde langs de dieren maakten. Dit weekend wordt hier de 61e Gelderlandshow gehouden. En de Gelderlandshow is op een van de grootste tentoonstellingen van Nederland. En we vieren hier tijdens, hier zitten de bondste tentoonstelling van de sierduiven. Dus er komen hier 2600 sierduiven en die vieren hun 100 jaar bestaan. En daarom zitten hier bondsten, zitten hier zoveel sierduiven. Plus er zitten er 560 konijnen en die komen uit heel Nederland komen ze vandaan. Ik ben een dier aan het beoordelen op uiterlijke kenmerken en conditie. En waar letten jullie dan op? Dat zijn de raskenmerken, die staan standaard beschreven hoe het dier eruit moet zien. En dan gaat het om het type, dus de vorm en verhoudingen van het dier, het model. De pels, de pelslengte, de pelsstructuur en dichtheid, pelsconditie, dat hij geen klitten heeft. Dit zijn hangoor, zoals je kunt zien. Die moet een mooie bolle kop hebben en mooie brede oren die mooi stevig zijn en mooi naar beneden hangen. En daarna komt er ook nog de kleur bij, die kan verschillend zijn, maar per kleur is er ook een beschrijving hoe de kleur eruit moet zien. En dan de algehele conditie, dus hij moet mooi stevig in conditie zijn, dat de baasje hem goed gevoerd heeft. En de pel, hij moet mooi schoon zijn, nageltjes geknipt. Nou, we letten bij de sierduiven vooral op houding en het type. En dat type wil zeggen hoe is de duif gevormd. Heeft hij een brede borst als dat gewenst is. De houding moet juist afhellend staan of staat hij horizontaal met zijn staart. En verder heb je per rassengroep. Heb je hele specifieke zaken waar je op let. Je hebt structuurduiven, de duiven die je hierachter ziet met krulletjes. Je hebt duiven met mooie veerstructuur aan de hals, de raadsheer en de kapuzijn. En je hebt kleurduiven waar heel specifiek op kleur en tekening wordt gelet. Als iedereen zijn keuring klaar heeft, dan geeft iedereen het beste dier door van zijn eigen keuring. En dan gaat de hoofdereprijzenjury, dat bestaat uit drie keurmeesters, die gaat uiteindelijk bepalen wie de mooiste van de show gaat worden. De geïnteresseerden kunnen genieten van vele dieren. Ja, ze kunnen rondkijken, er zullen standjes zitten wat duivenpleinen die speciale toelichting geven over sommige rassen. Dan kunnen ze, en ze kunnen een enkel dier die fokken die ze willen hebben, die kunnen ze kopen. Dat kan allemaal. De 61e Gelderlandshow in de Jan Massinghal is deze vrijdag te bezoeken tussen 10 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds en zaterdag tussen 10 en 4. Vandaag was het nog een vrij grijze dag, maar we zijn de goede kant op aan het gaan. In verhouding met eerder deze week was het al een best aardige dag, gezien het droog bleef. Maar de komende dagen krijgen we ook de zon met enige regelmaat te zien. Het blijft daarbij ook nog even droog en de temperatuur blijft vrij constant op zo'n 9 graden. Daar moeten we het voorlopig ook maar even mee doen, want in de nieuwe week wordt de kans op neerslag weer een stuk groter. Koud is het niet, met een graad of 10 overdag en 7 in de nacht is het zelfs aan de warme kant voor het jaar. Tot zover het RN7 regio-nieuws van donderdag 14 december. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NSC-update. Een keertje niet op vrijdag, maar op donderdag, omdat de Nijmegenaren het morgenavond thuis opnemen tegen Fortuna Sittard. Ook is er morgenavond natuurlijk weer een nieuwe RN7 regio-nieuws, dus mis het niet en graag tot dan.